Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van World of Warships Legend. En zoals ik zei, gaan we gevecht met de Novik doen. Na de video waarin ik de Koningsberg heb gekocht, gaan we natuurlijk de Bugatti doen, die ik in de vorige video heb gekocht. Maar in deze video gaat waarschijnlijk, als het team wint, dit schip, oftewel de Novik, ook een World of Warships vlag, ja, krijgen. Dat is pas vanaf nu als het team is gewonnen. En voor de mensen die hebben gehoord van het Duitse, het sterkste Duitse schip van de Tweede Wereldoorlog, dat is toen gezonken, de Bismarck. Oftewel, ja, zoals ik daarnet zei, het allersterkste oorlogsschip van de Duitsers die daar ooit is gebouwd, is gezonken door de Britten. Dus, ja. Maar ik hoop dat we winnen. De Novik. Let's go. Ik hoop dat we binnen. Waar blijven de enemies? Oh, daar komen ze. Oh god, dit schip heeft geen torpedo's. Maar het is wel snel. Volgens mij heb ik Players versus AI gedaan. Oh, Novik. Nog een Novikje. Oh, die zijn allebei kapot. Oh, shit. Thank you.
Oké, die zit vast op het eiland. I'm gonna put an attempt on capturing the enemy base. Yeah, ik ga proberen de enemy base te capturen. Mensen. Capturing base. Na een tijdje ga ik ook wel. Eigenlijk als mijn schip kapot is, dan ga ik de video beëindigen. In de beschrijving staat of we hebben gewonnen of niet, dus. Oh, Shikuma. Ja, de enemies gaan natuurlijk proberen de basis terug te capturen. Oh god. Onze basis wordt ook gecaptured. Everyone, capture the base back. I'm maybe going down. Ja, ik zei zo net tegen mijn team ons team terug moeten. Alleen onze basis terug moeten capturen. Wij gaan sowieso verliezen. Het is 2 tegen 5. Fucking Albanië. Slechtste schip van de game.
Repair kit. Oké, ik ben het laatste schip dat er is. Je gaat me toch niet zeggen dat de Albanië mij kapot gaat maken? Nee. Nee. Pyromaniac. Oké. Defeat. We zijn verloren, mensen. Like, abonneer en bye bye. Het schip krijgt de vlag sowieso.